Eigenlijk was mijn beeld van een Nederlandse moslima heel cliché. Namelijk heel orthodox. Omdat het ook het beeld is wat het meeste naar voren komt in de media. En dat wilden wij niet met de film. En Laura is ook, Laura die ons geholpen heeft, is ook niet zo. Dus wat ik heb eigenlijk heel. Mijn beeld is veel genuanceerder geworden. En ik was af en toe ook jaloers op het diepe zoeken. En ook de morele en filosofische vraagstukken die ze behandelen met vriendinnen. En dat weet ik natuurlijk wel, of dat zo is. Maar ja, ik heb daar echt wel heel veel respect voor gekregen. Dit is de persoonlijke geschiedenis van moeder en dochter. Maar het is natuurlijk ook, het gaat ook over in hoeverre je in staat bent om de ander of de andere cultuur werkelijk te ontmoeten. Dat is natuurlijk sowieso in het maatschappelijke debat van vandaag de dag over de multiculturele samenleving is het ook aan de hand. En ja, dat is heel moeilijk. Of dat komt dan op het moment dat het echt dichtbij komt, wat doe je dan? Ik vind het sowieso belangrijk als je iets maakt wat zich afspeelt in een bepaalde subcultuur, dat je dat dan heel precies, dat de details dan goed zijn. Dat vind ik heel belangrijk voor de authenticiteit. Vaak, als ik iets verzin, in dit geval samen met Jolijn, dan komt er als een soort engel uit de hemel, komt er iemand die eigenlijk degene is die wij dan bedacht hebben in de film. In dit geval was dat Laura. En die vertoonde zoveel gelijkenis met Anna, de hoofdrolspeelster uit de film. En ik heb het samen geschreven met Jolijn Laarman. En we hebben alle twee zoons van 18 die het huis uitgaat. Dus in die zin, dat loslaten van je kind is een onderwerp wat ons heel erg na aan het hart gaat. En daarbij vind ik het ook heel mooi om, vond ik het dilemma uit de film. Dus als je dochter moslim wordt. Dus het dilemma tussen wat je vindt eigenlijk en wat je vindt dat je moet vinden. En wat er gebeurt als het uiteindelijk heel dichtbij komt. Wat er dan met je gebeurt. Dat proces van loslaten, dat herken ik heel erg. Dat moet ik zelf ook. Alleen mijn zoon maakt geen keuzes waar ik. Die maakt hele andere keuzes. Dus in die zin heeft het niets met elkaar te maken. Maar wel het afscheid, wat Marjolein Februari ook heel mooi in haar column beschrijft. Dat de natuur eigenlijk heel bruut is. Dat je dat afscheid nemen, dat gewoon toch een ingewikkeld proces is.